Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Nou, voor je gelijk gaat vragen wat je wilt vragen, rewards komen eraan. Beetje geduld. Eh, ze komen morgen eigenlijk pas omdat ik ze wil openen, terwijl Future Stars 2 komen. Hey, welkom en duik me op. Deze video zou enorm gewaardeerd worden. Ik meen het oprecht. We hebben een goed verhaal in deze video met vooral de redenen waarom ik niet spelers zoals Ronaldo en zo nu in mijn team heb. Oké, okay. dat gezegd. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik weet dat je nu denkt, waarom moet dat ook? Dat, dat, je moet niet. Ik ga je niet dwingen. Ik zeg alleen dat het handig is, want als je dat doet en je zet dat belletje aan, dan je of je niet elke keer naar te kijken. Oh, heeft al heeft hij al geüpload. en dan krijg je gewoon een melding. scheelt jou en schild mij. Oké. Okay. Allereerst, ik zou dus drastisch mijn team verbeteren. 1,8 miljoen uitgeven. De hele ruikt me zooi. Ik dacht, oké, okay, het is zo slim. voordat je Wicked League gaat doen. een beetje. Een beetje warm spelen. Weet je wel. Een beetje denk, ah, dit is de vorm. Dus ik dacht, oké, okay, we kopen de spelers die ik wilde halen. Dus ik kocht Kante. op aanraden van de mensen op Twitter. Ik kocht Mbappé. En ik kocht Ronaldo. 4-2-3-1, het hele riedeltje. Ik kan je vertellen. Ik, ik heb me nog nooit zo geïrriteerd aan FIFA. Het is gewoon alles wat erbij komt. En misschien is het gewoon diff rivals. Hè. Misschien is het gewoon diff rivals. Maar er is gewoon niets aan die 4-2-3-1 defensieve speelstijl. Het is gewoon niet voor mij. Waarom denk je dan? Wat de fuck speel je nu weer? Speel je weer 4 en 2 en 2? Nee, absoluut niet. En ik ga jullie in deze video nog laten zien wat de tactieken zijn en dergelijke die ik hier gebruik. En hoe ik het team heb staan. Want ik, ik wissel vaak nog wel eens tijdens Weekend League Als ik denk. Oh god, nu gaat het even kut. Ik moet switchen. Uh, switch ik nog wel eens van tactics. En dan kan het zijn dat ik vergeet om te laten zien wat ik eerst gebruikt heb. Dus ik zal dat nog in deze video laten zien. Omdat ik het best wel geinig vind om te gebruiken. Hoe ik op deze manier speel. Nou, het is. Waarschijnlijk niet iets dat mijn elite op gaat leveren. Dat besef ik me donders goed. Um, dus ik ga kijken of ik types zoals Ronaldo en dergelijke in deze speelstijl kan verwerken. Weet je wel, gewoon iets betere composure op sommige posities. Iets betere skills gewoon in het algemeen. Want ik gebruik nu Playa. Ik gebruik 85 Benjadder nog. Wie Begrijp me niet verkeerd. Uitstekende speler. Maar het is natuurlijk niet beter dan Player of the Month Benjadder. Die iedereen gebruikt. Uh, dus dat is een beetje lastig om mee te werken. Gebruik Goretzka. Gebruik Awar. En gen hour niks mis mee, maar driestair Weekfoot merk je wel van zo'n minuut tot tijd. Een uh, beetje een cut goal daar en dan vervolgens score je hier perfect getimed 3-1 waardoor het nog voorbij is. Um, het is een beetje, het is niet, het zal niet ieder zijn favoriete speelstijl zijn die we nu gebruiken. We hebben ge geen zorgen, Gebruik geen dropback. we gebruiken geen, geen 3-dap. we gebruiken geen overload ball side. Aan al die dingen doen we niet. Dat is iets. Dat wil ik gewoon niet. Dat is gewoon, het is niet mijn ding. Ik snap dat mensen het doen. Ik snap dat het de meta is. Ik snap dat e-sporters het doen. Elite 1 gasten. Maar die speelstijl kan dat tering krijgen. Het echt, het is gewoon niet voor mij. Als, we, als ik bijvoorbeeld iets vind waarvan ik zeg. hé, hey, ik ga niet zeggen dat dit je beter maakt. Maar ik heb nu 8 pot hiermee gespeeld. Dat zeg ik omdat dat bij gebrek aan tijd normaal gesproken doe ik gelijk 10. Uh, maar ik heb er voorlopig 8 gedaan. En ik heb hiermee meer lol dan ik met zo'n defensieve speelstijl in 30 heb. Het is aanvallend. Het is snel. Het, het, <laughs> het is niet heel handig van tijd tot tijd. Maar het is gewoon iets waar ik zin in heb om te doen. En dat weet je, het toegeven: ik heb niet de juiste spelers op alle plekken. Goretzka en OR voor het doel krijgen. Uh, zeker Goretzka is niet echt een afmaker. Ja, dat is niet altijd even handig. Maar de kansen die we creëren zijn vaak dusdanig goed dat het toch wel werkt. En als ik een van mijn drie aanvallers voor het doel krijg, wat in dit geval Plea, Ben Yedder en Eusebio zijn, vooral Eusebio, ja, dan kun je me raden dat gaat vaak wel goed Nou, ik ga je nogmaals onderbreken, want je gaat zeggen, Mark, doe niet zo fucking sweaty. Ten eerste, sweaty als term is zo FIFA 13. Ten tweede, wat belangrijk is, en ik vind het heel belangrijk om dit te zeggen, als ik in een situatie kom, zoals die bal die ik aflichtte met Eusebio op Plea, jouw probleem niet het mijne. Ik ga scoren. Het is Wicked League. Hè? Het, is, het is geen potje in de Gold Cup. waarbij we gewoon casual een beetje teams proberen. tactieken en zo. gewoon een beetje leuk. Nee, het is Wicked League. Ik ga niet denken van, ah, oh, dit vindt mijn tegenstander vast vervelend. Want, verrassing, doen ze ook niet bij mij. Dus, we gaan door. 6-3 pakken we deze man. Zoals je merkt, verdedigend zijn we er nog niet helemaal. Uh, er was een verzoek in de comments om uh, sommige clips van mijn tegenstanders wat langer te laten zien. Zodat jullie konden zien wat ik fout doe bij doelpunten. Uh, kan je vertellen, dat is een hele hoop. Maar, vooruit op populair verzoek doen we dat. Hier zo, goede tackle met Ferdinand. Krijgt de bal niet. Geen idee waarom. Schiet hij tegen de paal. Krijgt hij de rebound. 1-0 voor. Beetje ongelukkig. Goede speler was dit met een uh, heel erg goed team. Viera. Een speler die ik heel graag wil. Maar die helaas ook tering-jongje Duras. Dus de hoop is dat in de video van morgen. Waarin wij Wicked League Awards hebben en andere dingen. Dat wij in, uh, in ieder geval Future Stars of zo. Pack of iets. Iets tradables van meer dan 100k. Voor de verandering. Want dat doen we nooit. Uh, dat we kunnen verkopen. Want ik wil Viera in mijn team. Het kan TSO ook leuk zijn, maar het is gewoon een van die twee. Weet je wel? Gewoon iets waarvan ik zeg... He he, eindelijk een pure fraudeur in mijn team. Dat, dat is een beetje waar we voor gaan. Nou, toegegeven mijn tegenstander was uh, in afmaken niet de beste. Maar de rest deed hij vrij goed. Mag gezegd worden. Oh, je uh, geeft hem aan Ben Jedder. En dan weet je natuurlijk wat we gaan doen. Ben Jedder kan heel veel dingen veroorzaken. Vooral goede passen op Persebio ja, die doet dan de rest Want wat... Mijn tegenstander hier doet. Kijk, ik kan niet verdedigen. En als iemand die niet kan verdedigen, is het makkelijker om mensen te herkennen die niet kunnen verdedigen. Want weet je, één van jouw soort. Uh, we scoren hier 4-1. Wat lekker is. En daar bleef het bij niet heel bijzonder. voor de rest, uh, ik pak de bal rood. dat veranderde niks in de uitslag. Uh, omdat ik een beetje aan een late time tackle met Ferdinand. maar wat je altijd moet doen na een rode kaart is heel simpel. je maakt een zilverteampje. Je start een squadbattle potje met de rode speler. dan te spelen met de rode kaart bij de reserves. je start het potje, je trapt af, je test je verbinding. dat is de snelst mogelijke manier. dan kom je weer terug in fut en dan is de rode kaart weg. oké, okay, we gaan door. player hier geeft de bal aan er prima, mooi 1-0 voor. beetje ongebruikelijk team. Niet de beste tegenstander, moet ik zeggen. Maar het mag gezegd worden. En er mag een klein beetje zout bij. Hij was tering lucky. Hij was tering lucky. Oh mijn god, dit irriteerde me. Echt heel erg. Niet, niet, niet Rivals-irritant. Niet, niet rivals want Rivals is een andere soort irritant. Dat is gewoon omdat mensen zo toxic zijn. En dat is iets heel anders. Dit, dit was, dit was lucky-irritant. Ik, ik weet niet waarom. Maar mijn spelers waren er gewoon opeens gewoon mentaal. Schakelden zichzelf gewoon helemaal uit. En je zult op een gegeven moment zo'n cliff voorbij zien komen, waarvan je denkt, waarom beweeg je daar helemaal met je verdediger de andere kant op? Trust me when I tell you, dat doe ik niet. Hij krijgt hier een vrije trap, waarbij ik... Ik kreeg geel, en het was een kennelijk een overtreding, terwijl ik aan een jockey was. God mag weten hoe ik een overtreding bega als ik aan een jockey ben, maar hey, kennelijk is het een overtreding. We maken hier 4-4, dus wie ben ik om te klagen? En dan komen we hier weer door. Dit. Ik word daar gewoon met David is echt compleet een andere ring in gegooid. Hij maakt 5-4. Helemaal kut. Krijg ik weer de bal met Goretzka. Geef aan de bruine die ik inwisselde voor Auer. Want Auer maakt er niet heel veel indruk. De bruine hier dan Schiet binnen, want natuurlijk doet hij dat. 5-5. Dan hier zo. Oké, okay. uh, dit echt, oh mijn god. M mijn mijn AI-speler loopt hem op de hielen. Daardoor kan hij mijn Ferdinand voorbij. Omdat mijn Ferdinand doorgaat. Dan kan hij scoren. Dan denk ik: hoe erg wil je hem meekrijgen? Nou, ik heb Monko een paar keer meegehad. gehad. in deze aflevering. Het mag gezegd worden. Die komt met Corretzka bijvoorbeeld. Die, die onder hier en langs en boven langs die Noyer ging. Maar uh, dat soort games. Het haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Puur omdat het pech is. Het is niet niks tegen mijn tegenstander. Het was gewoon botte pech in mijn ogen. In ieder geval, we komen 1-0 voor hier. Ik was een beetje uit. Beetje uit op een iets beter potje. Daar gingen we ook voor. Nou, dan komen we heel snel 2-0 voor. Playa. hier dan geeft hem aan de CBO. Dat lukt niet. Maar zijn verhaal is niet de slimste. Als het gaat om de bal controleren en doorpaas. Eusebio hier legt af op Playa. Want natuurlijk, als jij op dat moment mij wilt vertellen. Dat huh, je bent een sweaty irritante klootzak Omdat je daar die bal aflegt Ja dan meng je hem eraan Want ik blijf dat elke keer doen Dat gezegd hebben Komen we tegen dit team weer Weer een Ben Yedder, Weer een Walker Weer een Rashard Weer een Sissoko Fuck ik, ik zie hem niet zo vaak als ik verwacht had Maar Ben Yedder daarentegen Zie ik echt 24-7 Oké okay, Oesman Dembele geeft hem door Komt bij Ben Yedder. Deze guy speelde echt rete negatief Ik heb het over 4-2-3-1 Lage diepte Iedereen comeback on defense Echt teringantje Ireland. Dit was denk ik pas mijn eerste schot op doel Echt heel hinderlijk Ontzettend hinderlijk. Als mensen zo spelen, dan verdien je, wat mij betreft, gewoon heel erg veel negatieve shit. Oké, okay, hier zo. Oké, okay, ongelukkig. Dacht dat ik hem buitenspel kon zetten. Maar Zanetti hield hem onside. Zo leek het op het moment dat ik speelde, in ieder geval. De lied werd echt er echter niet bij zitten. En natuurlijk komen we dan door Eusebio, legt hem af op Goretzka. Kijk, dat soort schoten kan Goretzka wel. Maar niet het heel ingewikkelde en niet het heel precieze van iets langer dan 5 meter van het doel af. We scoren nog 3-2 en dat betekent dat we winnen. En dan is het natuurlijk wel zo belangrijk dat je ook tactieken laat zien. Dus. Bij deze... Mijn Custom Tactics. Nou, de tactieken met dit team zijn als volgt. Ik heb het team wel klaarstaan voor in de 4-1-2-2. Want ik merk dat als je niet naar bijvoorbeeld attacking switcht of zo voordat de aftrap genomen wordt, dan switcht je pas naar bijvoorbeeld, ik zeg mijn attacking, uh, nadat de bal voor het eerst uit het spel gaat. Zij het via een overtreding uh, buiten, of buiten de lijnen, wat dan ook. Uh, dus we hebben dit klaarstaan. Dit is simpelweg de 4-1-2-2. Maar dan met Carlos op linksback. Want dat is logisch. Uh, net die rechtsback uh, speelt uitstekend, kan ik je vertellen. Het is handig om als backup plan te hebben. Uh, in Instructies hier zijn vrij standaard. Get a mind, stay forward, daar. Stay forward, cover center, alleen op mijn CM's. CDM heeft, als ik erbij kan komen, stay back en cover center. En mijn fullbacks gewoon op stay back. Is niet super verdedigend. Ik weet dat het wat verdedigender lijkt. Uh, dit hebben we al eens eerder gebruikt. Dit is gewoon de 4-1-2-1-2, hoe ik hem gebruik. Uh, ik had hem vorig jaar wel eens met, stay, met balanced uh, fullbacks en een overlap. En dat, misschien kan dat nu ook. Uh, maar daar moet ik nog een beetje mee oefenen. De 4-3-2-1 is wat we gebruiken. Het is, is wel drie diepte... Maar het is niet negatieve speelstijl... In mijn ogen... Het is simpelweg wat we doen... Is vanwege die pressure on every touch... Uh, dat, dat, is al, dat is handig natuurlijk... Maar zodra je team druk gaat zetten... Dan trek je ze naar een bepaalde kant al toe... Met vast build-up is het al zo... En dat kan je ook bij de uitleg zien... Uh, if you lose possession of the ball... You could find yourself open to a counter-attack... Dus de, drie, de drie depth is gewoon om dit te counteren... En op die manier werkt het vrij chill... De width is nodig. Uh, je merkt het heel goed in situaties zoals die goal die ik bijvoorbeeld met een CBO afleg op player, die dan op rechts in komt sprinten of op andere spelers. Het is maar net hoe het uitkomt. Ze staan prettig dicht bij elkaar, wat ervoor zorgt dat je makkelijk kan combineren. Stay central, get in behind en stay forward op een CBO. En je wingers allebei op get in behind and stay forward. Uh, niet stay central, dan wordt het iets te vol in het midden, omdat je ook nog Goretzka en Aouar die er af en toe aankomen. Aouar is dus... Het, het kan ook je RCM zijn. Het is meer dat je moet één speler hebben die mij naar voren komt. Dat is in dit geval Aouar. Gewoon get forward, cover center. CDM, althans de CCM in mijn geval. Uh, stay back, cover center. En de rechter gewoon cover center. Niks heel geks. En beide de fullbacks op stay back en overlap. Ik moet zeggen, ik weet niet of dit uitmaakt door stay back. Maar mijn gevoel tot nu toe, want ik merk het een paar keer vooral met Carlos... ...is als je ze dan bijvoorbeeld meer naar voren trekt via een 1 tje ...dan is het zo dat wanneer ze dan de run maken... ...ze er vaak overheen gaan bij de wingers... ...dus dat ze echt een beetje als linksbuiten fungeren... ...wanneer Ben Yedder of Awar al meer naar binnen zijn getrokken... Dat is een beetje hoe we dat gebruiken. Uh, ik vind het wel geinig spelen tot nu toe. Ik ga het proberen zo lang mogelijk te gebruiken. En kijken of het ook iets is voor de langere termijn. Denk uh, again, als je iets wil masteren, is het sowieso handig om het langere termijn te gebruiken. Uh, maar dat moet niet. Dus daar komen we vanzelf voor achter. Maar ik wil dit gewoon met jullie delen. Ik dank jullie we wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. En dan zie ik jullie morgen bij WikiLeaks Awards. Juhu.